baan om te voorkomen dat de dames binnendoor gaan, dat ze stukjes afsnijden. Dat mag allemaal niet, vandaar dat de parkeringskussen te prikken. Het is begonnen, Jesse Nadeikoff. Drie volle ronden kunnen er gereden worden, dus ik was gebruikelijk een 2,5. Dan weer drie volle ronden, omdat je aan deze kant de baan in kan. In de laatste ronde gaat de tijd meelopen. Die loopt vanaf de 200 meter lijn. Je ziet lopen op die sport tot op de finishlijn. Dat is de 200 meter die de kwalificatie voor de sprint. Ik denk dat tijden altijd een voorslag geven zijn voor de sprint. Tegen die tijd is afhankelijk dus van de tijden die je nu maakt in 200 meter. Bij terugkeer krijgen we de bel voor de laatste ronde. We denken dus dat ze nu gang gaan maken, tempo moeten maken. Bel voor de laatste ronde. Klok gaat lopen als het goed is op de 200 meter lijn. De rood. Aankomst, Rijkoff. Vertrekken kan Brigitte Rosa.